meneer Rutte, welke concrete problemen heeft het kabinet dit jaar opgelost? Om te beginnen overigens van harte gefeliciteerd met uw benoeming. We gaan uw carrière verder volgen. Bijvoorbeeld hebben we dit jaar geprobeerd een goed antwoord te vinden op dat vreselijke probleem wat we hebben van die hoge inflatie en de hoge energieprijzen. En ik denk dat we erin geslaagd zijn in eerste instantie voor de laagste inkomens en via het prijsplafond ook voor de middengroepen daar een systeem voor te ontwikkelen wat enigszins nog betaalbaar is. Het kost heel veel geld, maar daarmee natuurlijk ook direct de vraag met zich meebrengt, kun je dat langer dan één jaar in die mate doen? Ja, want het is een tijdelijke compensatiemaatregel. Dus het probleem is eigenlijk even een beetje vooruitgeschoven. Nou ja, maar dat hangt ook af van de analyse die je maakt van hoe ontwikkelt zich de komende tijd de inflatie, de gasprijzen. Wat kun je ook doen op kortere termijn om mensen te helpen verder te werken aan een vergroening van hun huizen. Zodat ze minder afhankelijk zijn van gas en olie. Maar dat is natuurlijk ook beperkt. En zeker mensen met een kleine beurs kun je niet veel van verwachten. Die kun je niet denken dat die ineens een warmtepomp van 10.000 euro's gaan installeren. Als je kijkt naar stikstof en de asielcrisis bijvoorbeeld, dan is de kritiek vaak, ja, er is wel wat gebeurd, maar het is eigenlijk vooruitgeschoven. Bent u het eens met die kritiek? Niet helemaal, deels wel. Dit zijn vraagstukken die inderdaad meer tijd kosten. Waarvan je toch graag zou willen dat je inderdaad, wat ik net in mijn inleidend woord zei, met één groot besluit, met één groot druk op de knop, krachtdadig het kan oplossen. Als ik kijk naar stikstof, heeft het vorige kabinet onder leiding van Carola Schout natuurlijk hele grote stappen gezet met het hele wetgevingspakket van 2019. Dit kabinet zet nu de volgende grote stap met een groot, ook financiële ruimte om boeren te helpen. We hebben zeg maar daar alle maatregelen voor aangekondigd, maar dat vraagt natuurlijk ook wel precisering. We moeten met de provincies praten, provincies met de boeren, met de industrie, met scheepvaart. En daarnaast is het van belang dat parallel daaraan er ook een toekomstperspectief is voor onze landbouwsector. Daar wordt allemaal hard aan gewerkt, maar dat is niet in een paar weken op te lossen. Migratie hetzelfde. Wij maken voortgang. We hebben bijvoorbeeld de transitvisa nu ingevoerd op Schiphol voor bijvoorbeeld mensen uit Turkije. Dat helpt met de mate van asielaanvragen op Schiphol. En er is visumliberalisatie ingeperkt voor een aantal landen op de westelijke Balkan. Dat helpt ook al nu bij de instroom. Maar er moet ook nog veel gebeuren. En uiteraard het pakket van augustus was daar belangrijk. We bekijken dat nu in samenhang, zoals u weet, met andere vraagstukken rond migratie. Zoals daar zijn de kennismigratie en de arbeidsmigratie. Denkt u wel eens, wat is iedereen ongeduldig? Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik heb dat ongeduld zelf ook. En ik zou ook willen, als ik van de zomer zag die gasvelden bij Ter Apel, zou je ook willen dat je sneller nog kon acteren. Ik was heel blij dat toen het weer omsloeg, in ieder geval dat we meestal in slaagden om mensen onderdak te bieden. Maar dat heeft echt ook enige weken geduurd voordat dat probleem bijvoorbeeld enigszins onder controle was. Ziet u ook dat het lage vertrouwen in de politiek komt omdat die concrete problemen niet snel genoeg worden opgelost? Ik ben toch wat voorzichtig met het lage vertrouwen in de politiek, zo algemeen te stellen. Ik heb dat natuurlijk. Ja, ik zie dat wel vaker natuurlijk, dat lager is. Ik denk als er zich grote vraagstukken voordoen, zoals dit jaar rond migratie, rond koopkracht, maar ook rond stikstof. Niet zozeer dat het kabinet krachtdadig maatregelen neemt, maar welke maatregelen in dit geval het kabinet nam en hoe die dreigde uit te pakken en hoe dat werd ervaren bijvoorbeeld bij onze boeren. Dan is het noodzakelijk dat je dat met elkaar bespreekt en in goede banen leidt. En ik denk op stikstof dat dat gelukt is. Op migratie werken we er hard aan. Ik denk dat dat op koopkracht gelukt is. En dan zie je ook dat ook in de publieke uitingen wat meer rust komt rond de politiek. En mensen zeggen oké, een aantal van die vraagstukken gaan nu beter, al zijn ze nog niet allemaal opgelost. Gaat u iets anders doen komend jaar om dat vertrouwen terug te winnen? Nou, wat ik u zeg, we zijn hard aan het werk. En dat is in de politiek is dat altijd een kwestie van ervoor zorgen dat je stap voor stap de goede analyses maakt en op basis daarvan tot de oplossingen komt. Ik ga niet hier nu zeggen dat je met een simpele oplossing alle problemen kunt wegtoveren. En ik geloof ook dat mensen in Nederland, wat een hoogontwikkeld land is, met een diepgewortelde democratie, daarin zouden geloven, als we dat zouden zeggen.